Wat heeft het wethouderschap u gebracht? Nou, in de eerste plaats dat ik mijn stad een heel stuk beter heb leren kennen. En ook heb gemerkt hoeveel dynamiek er in deze stad is. Kunstenaars, mensen die muziek maken. Maar ook mensen die zich bijvoorbeeld inzetten bij het wijkplatform Osterkoppelenhoek. Allerlei mensen met sociale dingen die anderen daar weer mee voorthelpen. Zoals de eethoek en zo. Maar ongelooflijk onder de indruk dat ik daar deel van mocht uitmaken. Wat heeft het wethouderschap van de gemeente Almelo voor u als persoon betekend? Het heeft betekend dat ik ontzettend veel mooie, interessante mensen ontmoet heb. Maar ook kennis heb kunnen maken met verenigingen, organisaties, sportverenigingen, kunst, cultuur. Ik meen in de stad al te kennen, maar nu ken ik de stad nog veel beter en vooral de mensen die daar actief zijn. Wat heeft het wethouderschap u gebracht? Slapeloze nachten in eerste instantie, maar ook heel veel energie. En die energie kwam niet uit de gemeenteraad of uit het bestuur, maar die kwam vooral uit de stad zelf. Dus heel veel contacten met mensen in de stad, heel veel mooie initiatieven voorbij zien komen. En dat is wel heel mooi. Dat is iets heel moois, iets wat eerder verborgen bleef. Werd nu zichtbaar. Dus. In hoeverre heeft de gemeente Almelo van u kunnen profiteren? Nou, ik heb heel veel mooie woorden toegezwaaid gekregen zojuist. En als daar maar de helft van waren, ben ik al een gelukkig mens. In ieder geval heb ik geprobeerd om een aantal dingen echt een flinke stap verder te helpen. Dan hebben we het bijvoorbeeld over de cultuuragenda, maar we hebben het ook over de binnenstad. En mensen mee laten praten over hoe die eruit moet komen te zien. We zijn natuurlijk, als het over de haven gaat, hebben we heel hard gewerkt om ervoor te zorgen dat de grotere schepen binnen kunnen. En daar profiteren we al meteen van als je ziet dat dan zo'n bedrijf als Heilen aanhakt. Dus allemaal van die dingen. Ja, uiteindelijk is het natuurlijk gewoon een steen in de rivier die een stukje verder rolt. Ik weet niet wie dat zo mooi zei. Maar in ieder geval heb ik wel het idee dat ik een flinke steen heb kunnen bijdragen. Dank u. Nou, ik hoop dat ik voor Almelo betekend heb dat we in ieder geval de verbinding tot stand gebracht hebben. Maar dat we ook idealen die zij hebben, dat ik daar een stukje aan bij heb kunnen dragen om die te realiseren. En op die manier Almelo een stukje beter achterlaat dan dat ik het aantrof. Terug naar de basis. Waar draait het om? Je bent uiteindelijk een overheid voor 72.000 inwoners en ongeveer 4.000 bedrijven. En daar sta je voor. En daar ben je mee bezig. En uiteindelijk al het gebeuren rond een gemeentebegroting vind ik dan niet zo interessant. Het gaat erom wat hebben de mensen in de stad eraan. En dat is me in ieder geval in de discussies vaak wel gelukt. Maar we moeten daar nog stappen in zetten.